Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, alles goed warmhoor. En vandaag ga ik kapot met Wim, met deze ambulance. En we krijgen de eerste A1 rit al. Een super vette ambulance, ik vind die altijd heel mooi. Rijden in Rotterdam, Rijnmond zoals je ziet. En hij is gemaakt door Yatzy. Of hoe die ook heet, via Discord. Anyway, shout out naar hem. Hij is er niet af, het is een WIP, work in progress. Oftewel, hij moet nog worden afgemaakt, maar hij is al zover af dat ik er wel heel graag mee wilde opnemen. En dat ook heb gevraagd. En dat kon, gelukkig. Via de achterramen kun je ook daadwerkelijk naar binnen kijken. We hebben, waarom gaan we naar achter? Waarom gaan we naar achter? We hebben verschillende deurtjes die open kunnen. En daar komt, als het goed is, alles nog gewoon in. Ja, nu krijg je niet meer dicht. Oh nee. Alleen die deur nog, hoe krijg ik die ook weer? Hé? Ah, die, zo. Ja, ja, zo, 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 zo. Kapauw! Moeten we wel die ambulance nog even sneller maken. Want anders is het wel heel langzaam. Oh god, nu hebben we iets. Oh god, ik ben van alles aan het doen. Oh mijn grootste goede. Ja. Nou, eerste melding is A1. We hebben een beetje op ons laten wachten, maar we gaan gewoon die kant op. Geen idee wat er aan de hand is, alleen weten we dat er een ambulance nodig is. Dus dat zal dan ook wel nodig zijn. Goedendag meneer, ik ben Wim van de ambulance dienst. We gaan eens kijken wat er allemaal scheelt. Trouwens, Rotterdam heeft nog niet een nieuwe uniform. Hij klopt niet helemaal een nieuwe uniform, maar maakt allemaal uit. Het gaat om een idee. Nou meneer, zeg het eens. Even kijken. Een gebroken neus. Een schouder uit de kom. Een blauw oog. Amnesia. En... nou, action to take. Nou, we gaan hem eerst eens wat pijnmedicatie geven. Amnesia is menig bloedarmoede in het Engels. Oh nee, geheugenverlies. Hè? Oké, okay, dan zit ik in de war. Ja, anemie is het in Nederlands. Wat gingen we doen? Medicatie geven. Medicatie kunnen we, voor de rest kunnen we niks doen. We gaan hem wel even insturen naar, naar de SEA. Onder een A2. Komt nu wel mee. Chingano of zoiets, ja. Nou, stapt u maar in. Prima. En we gaan onder een A2 naar het ziekenhuis. Beetje last van lijk. Dat is niet zo plezant natuurlijk. Hey, wake up. Hey, wake up. Nee, je krijgt geen bericht op Teamspeak als je toevallig op Teamspeak zit, of beter gezegd een poke. Ik krijg die. Maar je keek wel even als je op Teamspeak zat. Zodra die patiënt instapte ging mijn FPS omlaag zo te zien. Zie je ook een beetje aan de vloggen. Oh,
Hoe heet deze ambulance mod? Dat is Agency Callouts LSPD-VAR. Dus je moet gewoon LSPD-VAR aan hebben staan. Dan duw je op Ctrl plus End. En dan kun jij, net zoals elk ander, of net zoals ik, beter gezegd, met de ambulance mod spelen. Nogmaals, je moet dus wel agency callouts hebben. Je moet de meldingen zelf uitzetten. Dus via de Z zet je alles uit. Available for calls. En dan Ctrl-End, sorry. En dan zet je hem op paramedic. En dan krijg je dus meldingen voor de ambu. Mijn collega met het juiste uniform voor de regio Rotterdam, die gaat hem overnemen van mij. In het echt gebeurt dat natuurlijk niet. Snap jullie denk ik ook wel. Oh, sorry, hij heeft ook nog een gebroken voet erbij bij deze. Wij zetten hem in zijn achteruit. Terug hier op de post. En we wachten op de volgende melding. Keurig, ik eet ondertussen nog even een boterhammetje. Tot zo. Zit ondertussen alweer in de wagen. We krijgen een A1 rit voor een gewonde agent en die ligt op de snelweg. Ik ben benieuwd hoe dat komt. Mogelijk aangereden. Ja, dan kun je dus wel uitgaan van zwaar letsel natuurlijk. Oh shit! Sorry beestje dier. Assistance required on a Great Ocean Highway. Dat was ik even vergeten dat dat hier ook kon gebeuren. Wij moeten uiteraard wel door. We hebben Animal Control aangevraagd. Die ga ik direct hier laten spawnen. En hopelijk kunnen hun er wat mee. Hey, wake up! Arm, prop, beestje, ding, meneer, mevrouw. Hallo. Maak hem tot leven. Oeh, dat was close. Oh, oké. Ah, hij wordt wel meegenomen. En zorg dat het verkeer hier wordt vertraagd. En dan gaan wij eens kijken bij onze grote vriend van de politie. Wat er allemaal aan de hand is. Wacht even dat hij is opgestaan. En dan gaan wij het horen. En dat is... Gebroken enkel. Moeite met ademhalen. Pijn op de borst. En migraine. Dan gaan wij uiteraard verschillende handelingen doen. Denk hierbij aan medicatie geven, maar allereerst ook gewoon controles, de monitor aansluiten, hartfilmpje maken, kijken waar dit allemaal vandaan komt. Het kan zijn aangereden, dan heb je klaplong bijvoorbeeld, pijn op de borst, noem maar op, gebroken ribben. In ieder geval wel allemaal redenen om even richting het ziekenhuis met deze beste heer te gaan. En doen we gewoon lekker onder een A1 spoedrit. We gaan nou heen. Doe deurtje dicht voor je. Deurtje op slot.
op het hartfilmpje zien we een acuut coronair syndroom, oftewel een mega hartinfarct. En we moeten nu echt met spoed hem gaan transporteren. Dus daarom hoeven we niet die weg A2 terug. Wederom gaat mijn FPS wat omlaag en ik denk eerder dat het komt door de groene route plan gebeuren dan dat iemand achterin zit. Want net toen ik aankwam bij het ziekenhuis, toen zat mijn slachtoffer nog achterin, maar de groene route was weg en toen was die lek ook weg. Dus ik weet niet hoe het hoe dit komt. Dus vergeef mij daarvoor. En ook hiervoor, want normaal dit minuutje dat kwam alleen als je stil stond en op de G drukte, maar niet als je rijdt. En nu elke keer als de sirenes aanzet, ja dan komt dat. Hou rekening met herten die oversteken. Daar links staat er geen. Steek niet over. Oh, toch wel. Maar overleeft het. We zullen eens kijken of als we nu die route voltooid hebben of die dan weer weg is. De lijk zeg maar. Ja, zie je? Heel raar. Dus het ligt niet aan de auto. En ja, ik kan er ook weinig aan doen zo te zien. Aankomst ziekenhuis. Mijn collega pikt het slachtoffer weer op uit zeg maar en dan is ver. North Claffey away. 1 Lincoln 18, respond code 3. Een A1 naar een persoon aangereden in de bergen. Pas op met overstekend dieren. Overstekende dieren zijn er in dit geval gelukkig niet. Ik reed echt vol over een konijn heen, maar ik hoorde geen geluid dat het konijn dood was. Dus ik denk dat ik echt letterlijk eroverheen ben gereden zonder iets te raken. Nailed it. Ja, dat heb je allemaal niet in Nederland. En als je het hebt, dan heb je er of reddingsbrigade voor die je komt assisteren, maar ja, dan moet je toch wel weer vaak in de bergen zitten. Of dan heb je ook wel een ambulance die er een beetje op gebouwd is. En die hebben, ja, ik geloof echt dat ik hier, als ik hier gewoon die slingerweg was gevolgd, was ik op een verharde weg gebleven, maar goed. Ja, we hebben niet echt ambulances die er zijn opgebouwd om in bergen te rijden. Je hebt natuurlijk de Amarok in Texel, op Texel geloof ik. Nog niet wel op een van die eilanden. Die zou dan misschien nog wel aan kunnen, 4x4. Maar die is ook vooral bedoeld voor op het strand. En niet berggebied. Gelukkig hebben we niet zo'n bergen in Nederlanden. Nou, we zijn er bijna. Zo zien ze nu de game crash. Oeh, dat... Hoi collega's. Die rijden al weg van het incident. Dus of ze zijn er gewoon langs gereden, zo van laat maar liggen. Of het is een goed teken en het valt allemaal wel mee. Nou, hier staan nog meer collega's.
ligt wel iemand met, zo te zien, wonden aan de knie en arm. Nou, we gaan schakelen. Wacht, wat? U. Nou ja. Oké, okay, dit is een reanimatie, het valt niet mee. Blijf met je T6'je. Let's go, keep moving. Ah, dit is weer, ja, dit krijg je niet geregeld waarschijnlijk. Dit was heel onlogisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hij gaat de andere kant op, dat is toch onlogisch. Oké. Okay. PT overleden. Assistance required on North Claffey away. Dat heeft natuurlijk geen zin. Zit inmiddels al bijna in, ja, hoe heet dat dorpje daar? Geen idee eigenlijk. Ja, ik ga echt niet hier omlaag, dat doe ik ook gewoon rechtop. In ieder geval wat ik probeer te zeggen. We zijn naar een ander dorpje slash stadje aan het verhuizen. Blijkbaar hebben ze het daar druk en moeten melden. Ja, wij waren ook wel in de buurt van dit volgende incident, maar kunnen wel, je zult wel eens zien natuurlijk dat de meldkamer jouw VWS of zo stuurt. Of gewoon in één keer A1 omdat het ineens druk is en er ook nog een volgende melding komt. Dan moet je een stukje rijden. Maar goed, nu zijn we wel binnen de tijd van een kwartier ter plaatse. Maar ik denk dat jullie ook wel graag hadden gezien als ik deze mod in de stad deed. Dan doe ik de volgende keer weer. Vergeef het uniform van mijn politiecollega. Ook deze zelfverwonning zo te zien. Ik snap nog steeds niks van de timer bar rises to increase. Maar dat doe ik dan toch. Als die bar vol is, dan druk ik op de T. Zou ik eens doen als die laag is. 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nee, 18, nee. Ja! We made it, my friend. Oké, okay, dus je moet, als dat ding niet vol is, moet je erop drukken, zeg maar. Die gaat krallen, ja, dat hoorde ik gewoon. Oké, okay, let's go, we gaan naar het ziekenhuis. You picked the wrong day to fuck with me. Ze praten wel goed. Stevige woordkeuze. Is dat maar nog in of... Dat zit er al in te zien. En nu onder een A1 naar het ziekenhuis. Logisch, als je net een reanimatie hebt gehad, dan ga je uiteraard met dat slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis. Een reanimatie is natuurlijk het ergste wat je kunt hebben, denk ik wel. Want dan ben je dus dood. Nu zelfs gewoon naar Sandy Shores. Nee, dat is wat ver. Ofwel. Nee, dat is wat ver. Ofwel. Ja.
Nou, hij heeft het hele bovengebied van de van GTA gehad. Keurig. En ik deed aan tonnen tegenovergesteld naderen. Maar dat vond die Jeep niet zo'n goed idee, denk ik. Op 100% gewoon bij de hoofd in. Alsjeblieft. Groetjes thuis mevrouw. Hey, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En als je nou liever wilt dat ik met deze ambulance nog even de stallen ga, dan laat het zeker weten. En doen we dat binnenkort ook gewoon. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Wat dat gaat zijn, weet ik niet. Dat zien jullie vanzelf wel. Dat zie ik dadelijk ook wel, wat ik weer ga verzinnen. Tot dan. Doei.